Vragen die bij ons binnenkomen hebben vaak te maken met problemen rondom echtscheiding. En dan vooral als er kinderen zijn. En ik vraag aan Jack Nederlof, wat is nu precies het gezamenlijk ouderlijk gezag? Ja, dat is een hele goede vraag en er zijn heel veel onduidelijkheden over wat het nou precies inhoudt. Maar misschien is het goed om eerst even uit te leggen dat je twee soorten gezag hebt in ons land. En dat heeft de wet, is netjes in de wet vastgelegd. Je hebt één hoofdelijk ouderlijk gezag en je hebt gezamenlijk ouderlijk gezag. En gezamenlijk ouderlijk gezag houdt eigenlijk in dat als je getrouwd bent en je gaat scheiden, dan heb je met z'n tweeën het gezag over de kinderen en na de scheiding loopt dat door. En eigenlijk houdt dat in dat je met z'n tweeën, dus als beide ouder, afspraken moet maken over hoe het verder met de kinderen gaat. He, je hebt een omgangsregeling en dat soort dingen, maar je hebt ook afspraken die je moet maken, bijvoorbeeld over de schoolkeuze. Of over een sportvereniging of over een kerkbezoek, zou ik maar even zeggen, of dat soort dingen. Dus hele wezenlijke dingen, daar moet je dan met z'n tweeën afspraken over maken. En dat wil zeggen gezag. Hè, dat houdt gezag in, dat je daar wat mee doet. Maar denk bijvoorbeeld ook aan als een kind moet worden opgenomen in een ziekenhuis of iets dergelijks. Hè, en er moet een ingreep plaatsvinden. Dan moet je daar met z'n tweeën ook een beslissing over nemen. En die beslissing die je neemt over dat kind, hè, over de toekomst van het kind, dat noemen we gezag. Je praat ook over eenhoofdig ouderlijk gezag. Ja, het woord zegt het eigenlijk al. Ja, dat klopt, het zegt het al. Het houdt dus in dat één van de ouders het gezag over de kind of de kinderen heeft. En meestal komt dat voor bij bijvoorbeeld twee relaties. Als je samenwoont en meestal de man heeft niet om het gezamenlijk ouderlijk gezag gevraagd, dan heeft de moeder alleen het ouderlijk gezag. Maar het kan ook zo zijn dat na echtscheiding de problematiek tussen vader en moeder zodanig uit de hand loopt dat het eigenlijk niet in het belang van de kinderen is dat ze met z'n tweeën daar beslissingen over moet nemen. Zou je kunnen voorstellen als vader en moeder echt heel veel ruzie hebben en de kinderen raken daar tussenin. En dan moet het echt gaan om hele extreme gevallen. We noemen dat het klemcriterium en dat houdt eigenlijk in dat de kinderen verloren raken tussen de ouders. Dan is er een reden om te zeggen, wellicht, dat de rechter moet beslissen dat het eenhoofdelijk ouderlijk gezag wordt toegewezen. En dat geeft dus rust aan de kinderen. Dan kan de moeder, zo gaat het meestal, alleen de beslissingen nemen over de kinderen. Dus over die schoolkeuze, over eventuele ziekenhuisopname en ingrepen. En dat maakt het dus veel makkelijker, want ze hoeft dan niet te overleggen met vader. En dat kan dus. Ja. Kun je het eigenlijk bij de rechter afdwingen als een van de twee niet mee wil werken? Ja, gelukkig kan dat. We hebben daar een speciaal artikel voor in de wet. Dat is een nieuw artikel 253a, dat is een tussenartikel. Maar daar komt eigenlijk in te staan als je met z'n tweeën er niet uitkomt. Hè, dus je komt er niet uit bij bijvoorbeeld een schoolkeuze voor voortgezet onderwijs. Hè, daar gaat het dan meestal over. Dan kan je dat aan de rechtbank voorleggen en de rechter zal daar een beslissing over moeten nemen. En je geeft dan als ouder die graag die wijziging wil, geef je dat aan waarom je dat wil en wat je onderbouwing daarvan is. En de rechter zal dan ook de andere partij horen, hè, en zal aan de hand van wat er dan ter zitting wordt gezegd een beslissing nemen. En die beslissing kan dus zijn dat die wijziging wel door mag gaan, omdat dat dan weer in het belang van de kinderen is. Of dat de beslissing niet kan doorgaan, omdat vader of moeder of wie dan ook aan de andere kant zit, goede redenen heeft om het niet te doen. Ja, nu is er een vrouw die wil gaan verhuizen met haar nieuwe partner naar het buitenland, er zijn ook kinderen bij betrokken. Maar de vader van de kinderen, dus haar eerste partner, die vindt dat niet zo goed. Wat moet zij doen? Dus het komt heel vaak voor, deze problematiek. Omdat meestal krijgen we nieuwe relaties. Hè, partijen zijn gescheiden, komt er een nieuwe vriend of vriendin komt om de hoek kijken. En als de kinderen dan bijvoorbeeld bij moeder wonen en moeder krijgt een vriend in het buitenland of elders een eindweg in Nederland, dan zal ze graag natuurlijk bij die nieuwe vriend willen zijn. Meestal moeten de kinderen dan mee, dus dat heeft wat consequenties. School wordt gewijzigd, de omgangsregeling komt onder druk te staan. Nou, dat zijn allemaal best verschrikkelijke consequenties die ook met de kinderen te maken hebben. Waardoor moeder dan meestal zegt van nou goed, geef maar toestemming. Nou, als vader dan zegt in zo'n geval van die toestemming komt er niet, dan krijgen we weer eigenlijk hetzelfde als met wat ik net zei bij dat eenhoofdelijk al gezegd. Dan zou je de rechter dus moeten gaan vragen om toestemming te krijgen om te gaan verhuizen. Alleen als het kleine kinderen zijn, is dat heel erg lastig.
in eerste instantie wordt altijd gekeken naar het belang van de kinderen. Hè. Hoe zijn de kinderen daaronder? Maar de Hoge Raad heeft nog niet zo heel lang geleden ook beslist dat er ook moet gekeken worden naar de belangen van moeder. Vroeger was het altijd alleen het belang van de kinderen, maar nu ook naar de belangen van moeder. Dus er moeten alle omstandigheden van het geval moeten worden gewogen. En dan krijg je een soort afweging van belangen. Welke belangen prevaleren of boven de andere belangen van de andere partij gaan. En dat is best lastig. Er is zelfs een uitspraak geweest dat een moeder wilde verhuizen 15 kilometer verder, dus van het ene dorp naar het andere dorp. En vader heeft dat tegen kunnen houden, omdat hij vond dat die kinderen op de school moesten blijven waar ze zaten. En dat er geen wijziging mocht komen. En de rechter heeft dat gehonoreerd, want hij heeft gezegd van, ja moeder, u gaat verhuizen. Dus u gaat ook maar rijden naar school. Dus het heeft ook een hele praktische insteek. Naar het buitenland wordt het natuurlijk heel anders. Het ligt er een beetje aan waar je naar het buitenland gaat. Maar dan gaat eigenlijk een beetje meespelen van, welk onderwijs gaan de kinderen krijgen? Waar gaan ze naar school? Hoe worden ze opgevoed? Waar komen ze te wonen? Wie is de andere vriend? Hè? Want dat is natuurlijk ook nog wel eens van belang. Is het een bestendige relatie? Hè? Dus is die relatie echt wel niet voor de eeuwigheid, zou ik maar zeggen, maar voor een bepaalde periode? Dat zijn wel hele allemaal belangrijke dingen die moeten worden meegenomen. En dan ligt er natuurlijk ook nog aan, ja, blijf je binnen Europa of ga je de wereldzeeën over? Dat is natuurlijk ook nog wel een vraag. Dus het ligt heel erg aan de specifieke omstandigheden van het geval. Maar goed, de rechter zal daar wel een beslissing over moeten nemen als je met z'n tweeën niet uitkomt.